Welkom bij Midden-Groningen Kiest, een programma waarin alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Midden-Groningen aan het woord komen. En vandaag praten wij met Thea van der Veen, fractievoorzitter en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Thea, welkom. Dankjewel. Jullie waren bij de vorige verkiezing de grootste partij met 5 zetels. Ja, klopt. Maar het gebiedt me wel om de eerlijkheid te zeggen dat we maar 67 stemmen meer hadden dan gemeentebelangen. Dus een nipte meerderheid, daar waren we wel verrast eigenlijk over. Ja, want de landelijke trend is dat de PvdA toch wel een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. Ja, toen begon net een beetje de kentering te komen dat het wat ging stabiliseren. Dus okay. Daarna zijn er meer, want wij waren natuurlijk een herindelingsgemeente. Mm-hmm. En daarna zijn nog meer raadsverkiezingen geweest. En daar kwam het ook uit het beeld dat de Partij van de Arbeid op dat moment al wat aan het stabiliseren was. Oké. Nou goed, gelukkig zijn dit gemeenteraadsverkiezingen, dus we gaan niet al te veel landelijke vergelijkingen trekken. Nee. Jullie leverden ook een wethouder, José van Schie. Ja. Sinds 2019 heeft daarvoor nog een ander iemand wethouderschap vervuld. Ja, Anja Woordman, daar zijn we mee begonnen. Okay. Dat was ook onze wethouderskandidaat toen bij de verkiezingen. Mm-hmm. Maar ja, die heeft helaas, vind ik zelf, want ze is een jonge vrouw, maar ook een jong gezin. En bleek toch de combinatie met opgroeiende kinderen die net iets mondiger werden, 5 en 7. Mm-hmm. Ja, we willen graag mama ook in de avonduren wat meer zien. Toen ze kleiner waren, was ze wethouder in Slochteren. Ja, dat babygehalte, dan kun je de kinderen op bed doen voordat je weggaat. En dat was toen niet meer aan de orde. Nee. En dat vond ze zelf bezwaarlijk. Ze wou zelf de kinderen wat meer zien en meer zien opgroeien. Ja, het is op zich een hele respecteerbare keuze natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat hebben wij ook zeer gerespecteerd. En ze is ook niet uit beeld. Okay. Ze is natuurlijk nog lid van de partij. En ja, ze was toen jong, net 40. En ja, tel er 10 jaar bij, ben je in mijn ogen nog steeds jong hoor. Ja. Ja, nou kijk, politiek is volgens mij niet echt aan leeftijd gebonden, zeg maar. Nee, absoluut niet. Het enige wat je moet hebben is dat er wel een beetje een afspiegeling van de samenleving is. Als het allemaal witte mannen van boven de 70 zijn, dan beginnen we een beetje verveeld. Ja, nou, dat is natuurlijk, als je nu naar de lijsttrekkers kijkt, dus voel ik me dan toch wel, samen met Nette zijn we de enige twee dames die de lijsttrekker verder zijn. Zover ik heb kunnen zien, alleen maar mannen die de lijsten klopt, trekken. Voor zover ik weet ook. Dus, ja. En dat was de vorige keer anders. Ja. Ja, en nou ja, goed. Oh nee, ik vergeet SP. Joke Lesman heeft ook een vrouw, is ook een vrouw. Sorry. Ja, dat is, ja, heb ik nog niet hier voorbij zien komen, maar dat komt nog wel. Afgelopen 4 jaar heb je dus in de coalitie gezeten. Dus, hoe kijk je daarop terug? Positieve dingen, mag ik hopen? Ja, zeker. Ik vind dat wij een hele fijne coalitie hebben gehad. En natuurlijk is de VVD op een gegeven moment uit de coalitie gegaan door persoonlijke omstandigheden. Ja. Maar ik vind dat wij, want we stonden natuurlijk best voor een opgave, 3 oude gemeentes naar 1 nieuwe gemeente, harmoniseren van oude regelingen naar een nieuwe regeling en tevens de financiën een lastig pak met alle dingen van het sociaal domein waar we onvoldoende geld voor hebben. We hebben toch met elkaar gezorgd dat we en de begroting sluitend hebben gehouden en dat we hebben kunnen doen wat we vonden dat we moesten doen. En vooral ook vanuit de Partij van de Arbeid kunnen blijven zorgen voor de mensen die het nodig hebben. Ja dus het sociaal beleid is niet echt uitgekleed, zeg maar. Nee. Dat hebben wij echt voor gewaakt dat niet ging gebeuren. Oké. Okay. In het nieuwe programma staan een aantal speerpunten. En een van die speerpunten die mij opviel was het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen. Ja. En wat voor getallen moet ik dan ongeveer denken? Nou, ik denk in eerste instantie hebben we in de woonvisie nu 600 opgenomen. Ja. Dat willen we in ieder geval proberen te realiseren. En ook vooral ook niet alleen in het stedelijk gebied, dat noem ik even Hoogstand-Zandmeer, het stedelijk gebied, maar ook in de dorpen. Daar zijn veel lege plekken aan het ontstaan, voormalige winkelruimtes. En daar zijn we ook in Mentewolde, waar we daar al mee bezig zijn, in de regio Oost-Groningen, bezig met kijken, ombouw van winkels, ombouw van leegstaande gebouwen, om dat om te bouwen naar woningen. Nou, zo zijn we in Muntendam bezig met het centrumplan. Ja. Daar willen we ook kijken naar woningen, ook voor ouderen, seniorenwoningen. Okay. Dus zo willen we ook in de dorpen kijken, ook in de dorpen van voormalig Slochteren. Ook al zijn het maar kleine locaties, maar elke cluster van 5 tot 8, 10 woningen tellen gewoon mee. Maar dat mensen ook kunnen blijven wonen op de plek waar ze geleefd hebben en niet naar een grote stad hoeven op een oude dag. Nou, en we willen ook kijken vooral ook voor jongeren. Hè. We zijn nu begonnen met een aantal tiny houses, zoals dat we noemen. En die zijn uitermate geschikt voor starters en jongeren. Want we merken ook dat heel veel jongeren toch door de hele woningmarkt vraagstuk toch eigenlijk wel dichter bij huis willen blijven. Ja. En dat zijn dingen waar we de komende jaren echt hard aan willen werken. Maar waar je dan tegenaan loopt, dat ik zeg van, dat willen we allemaal, maar
We zien natuurlijk ook wel dat de bouwmarkt dusdanig overbelast is, dat er te weinig vakmensen zijn. Mm-hmm. En dat je, als je, ik heb zelf net een nieuw huis gerealiseerd. Nou, dan was ik van het moment dat ik daarmee begon, zei de aannemer van, nou, we beginnen vanaf nu dat je de handtekening zet, 15 maanden later beginnen we pas. Dus zo lang moet je ook, dat telt dus grote projecten ook, dat is allemaal zo lang onderweg. En dat geduld is wel moeilijk op te brengen. Dus we gaan ook kijken naar ombouw van bestaande locaties waar iets minder meer nodig is dan complete nieuwbouw. Nou ja, bijvoorbeeld wonen boven winkels. Dat was, vroeger was dat heel gebruikelijk. Ja, en vooral in de stad Groningen hebben we dat heel veel gezien. Ja. Hier in Siddeburen zie je het ook op een aantal plekken. Uh-huh. Wonen boven winkels. Daar kunnen we naar drukken. We gaan echt met de dorpen ook in overleg. Wat zien jullie? Want vaak zien mensen dingen en denken, daar ontstaat iets, daar gaat iemand weg. Nou, dat je daar echt vroegtijdig bij bent. Ja, zodat er eigenlijk geen lege plekken in die winkelstraat ontstaan en de kern ook heel blijft, zeg maar. Ja, dat is in ieder geval het voornemen. Ja. Ja. Met een lelijk woord heet het inbreiden, zoals het heet. Ja, klopt. Dat is een mooi woord ervoor. Het meedoen is ook een belangrijk thema voor jullie, dus kansen voor iedereen creëren. Ja. Nou, dat past volgens mij wel heel aardig bij het beeld wat ik van de PvdA heb als partij. Ja. Dus, nou ja, dat is ook wat ik zei, van dat we de afgelopen tijd dat soort dingen overeind hebben gehouden. Dus het meedoenfonds. Mm-hmm. Ook zorgen dat de armoederegelingen overeind bleven. We zijn natuurlijk toch in Midden-Groningen nog 2500 mensen die een bijstandsuitkering hebben. Ja. En wat ook heel weinig mensen weten, maar 20% van onze kinderen onder de 12 jaar leven in armoede. Dus we hebben daarom ook goede afspraken met de voedselbank, met Maxima, de kledingbank. Ja. Maar ook een aantal regelingen in het meedoenfonds, waar mensen dus kunnen inkopen wat ze willen. Kinderen kunnen goedkoop naar zwemles, kunnen ook naar de bibliotheek. Al dat soort dingen vinden we heel belangrijk, dat iedereen dat kan krijgen. Ja. En niet alleen mensen die het kunnen betalen, maar ook mensen die dat niet kunnen. Ja, je hebt op dit moment ook landelijk een discussie dat de rijkeren, die regelen dan bijvoorbeeld bijles voor hun kinderen, zodat die vaak een hogere opleiding krijgen dan de armeren. En zeker, die tweedeling wordt dus alleen maar groter als je de kloof wordt groter. Ja. En wat ik zelf, dat zou je niet verbazen vanuit de Partij van de Arbeid, het sociaal gevoel van mede verantwoordelijk zijn voor wat in jouw omgeving met andere mensen gebeurt, is echt heel erg veel minder aanwezig. Veel minder aanwezig dan ik het uit mijn jeugd ken. Dat met elkaar zorgden we toch voor de kinderen in onze buurt. Dus er eentje wat bijliep. Dat je dacht, die kunnen wat kleertjes gebruiken. Dan werden door mijn moeder wat inzamelingen gehouden. En dan kreeg zo'n gezin een heel pakketje. En daar werd op elkaar gelet. En dat is tegenwoordig, in de kleinere dorpen is dat nog wel zo. Maar in de grotere dorpen is dat duidelijk veel minder. En dat vinden wij toch wel belangrijk, dat je dat sociaal gevoel. En dat hopen we dat we met elkaar weer wat gaan vinden. Ja, dat zorgt ook voor een hechte gemeenschap. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het woord solidariteit is een beetje verdwenen uit het. Ja, dat is bijna ouderwets, hoor ik af en toe. Ja, precies. Toegankelijke voorzieningen en investeren in zorg, dat zijn ook speerpunten. Ja. Ja, want we zien natuurlijk, we hebben de afgelopen coronatijd gezien dat er heel veel tijd en energie naar de zorg is gegaan. Ja. Dat er gewoon te weinig mensen zijn. Dus we vinden meerledig dat we meer moeten investeren in opleidingen voor de zorg. Ja. Dat er in onze regio wonen mensen met een opleiding die daar heel goed bij passen. Dus we willen ook dat ze gaan stimuleren dat jonge mensen, maar ook mensen eventueel met een omscholing vanuit de bijstand naar een zorgberoep gaan. Dat daar veel meer tijd en energie in gestoken wordt om mensen die kant uit te krijgen. Want het blijkt gewoon, als we dat niet doen, dat op niet zo hele lange termijn er gewoon te weinig mensen in de zorg werkzaam zijn. Dus daar ligt een kans voor. En opleidingen en werk. Ja, en je merkt dat nu de werkdruk in de zorg al zo hoog is dat ook weer mensen afvallen. Ja, zeker. En daar wordt de werkdruk nog hoger van. Want dan hebben mensen een baan gevonden in de zorg. Ja. En dan zijn ze, want ik heb laatst met een aantal mensen gesproken, die zeiden van een aantal van onze nieuwe collega's zijn alweer weggegaan. En dat is natuurlijk doodzonde. Dat moet je ook met elkaar, maar dat betekent niet alleen opleiding, maar ook met de werkgevers in de zorg in het gesprek gaan zitten. En dat wordt ook regionaal in een Noord-Nederlands verband geregeld. Ja. Om te kijken van, wat moet je doen aan de arbeidsomstandigheden om je mensen te houden. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat ze niet binnen 3 maanden, half jaar weer weg zijn. De gaswinning en de zoutwinning, dat zijn problemen die beide in de gemeente Midden-Groningen spelen. Zeker. Wat wil de PvdA? Nou, wij willen dat het gewoon stopt. Mm-hmm. Allebei. Allebei, ja. De zoutwinning hebben we ook gezegd, er zijn zoveel risico's aan. En ook de staatssubsidie
toezicht op de mijnen heeft ook aangegeven dat het best riskant is, dat ze niet weten wat er met die cavernes gebeurt. Mm-hmm. En wat bijvoorbeeld de Netmacht nu wil, is heel schuin boren vanuit de locatie in zeg maar de gemeente Veendam, onder onze gemeente, richting Kiewiendeweer. Mm-hmm. En wij hebben gezegd, nou dat willen we niet. We hebben al zoveel op ons grondgebied, dit willen we er gewoon niet nog bij hebben. Nee. En daar is ook bezwaar tegen ingediend. En nou, dat lijkt erop dat we daar een kans geslagen hebben. Maar dat, wij vinden dat je daar gewoon heel voorzichtig mee moet zijn. Ja. En de gaswinning is sowieso dat we hebben gezegd dat de afspraken die er staan, die we gemaakt hebben met de Rijk, die staan er en dat moet gewoon gebeuren. Het gaswinning moet naar nul in 2023, ja, punt. En ook de landelijke overheid moet zich als een betrouwbare partner... Ja, zeker. En die discussies die nu spelen zo van er zit nog voor zoveel miljard in de grond en dat zou zonde zijn dat we erin laten zitten. Dan denk ik, ja, voordat je het weet gaan mensen daarover over meedenken en zo praten. Mm-hmm. In de tijd dat ik in Delfzijl zat, hebben we nog eens een gesprek gehad met de NAM. En die zei van de manier waarop ze dat eruit krijgen, dat is fracking. Ja. En dat is zo'n milieuverontreinigende manier van aardgaswinning, die moeten wij niet hebben. Ik denk van ja, we zijn er klaar mee. Dit moet echt anders opgelost worden, maar dit niet. Dat klopt. Maar ja goed, we hebben natuurlijk wel energie nodig, dus het moet op een andere manier komen dan. Ja, zeker. En windmolens zijn wij hier ook niet zo groot voorstander van. Nee, en dat is natuurlijk ook een lastig vraagstuk. We hebben de afgelopen tijd met elkaar in de gemeenteraad ook over gesproken hebben. Van wat doe je dan? Nou, wat wij vinden in ieder geval vanuit de Partij van de Arbeid, dat er veel meer gekeken moet worden naar zon op daken. Mm-hmm. Als je kijkt naar van de nieuwere huizen, nou, je ziet het in Gorecht, waar nu de nieuwbouw, het is de herstructurering van Gorecht plaatsvindt, komen overal zonnepanelen op daken. Huizen zijn super geïsoleerd, dus daarmee kun je proberen een woning ongeveer nul op de meter te krijgen. In ieder geval voor nieuwe huizen kun je dat doen. En oudere huizen zou je ook met elkaar moeten kijken van nou, kan er niet veel meer zon op daken. En ook naar bedrijven. Kijk dus naar bedrijvenpark Rengers. Daar is eigenlijk nauwelijks een bedrijf te vinden dat een zonnecollector op dak heeft. Ja. Terwijl dat een hele goede manier is. Die daken zijn er toch. Het zijn platte daken. Je kunt natuurlijk een eigenaar niet verplichten. Maar je kunt wel kijken hoe kun je ze verleiden dat het interessant wordt. En daar moet veel meer naar gekeken worden. Als je naar de buren kijkt, en ik bedoel Duitsland. Ja. Daar is al veel langer die zonne-energie gepromoot. Daar hebben ze dus, een vriendin van mij woont in Duitsland, die heeft een accu in haar garage staan, waarin de zonne-energie opgeslagen wordt op het moment dat ze het niet nodig heeft. En s'avonds als het kouder wordt in huis, gaat die accu aan het werk. Ja. Nou, daarin vind ik dat we veel meer moeten kijken in Nederland, of we daar ook niet veel meer in kunnen vinden. En niet naar grootschalige, die hebben we nu genoeg, die grootschalige zonneparken en windparken. En wat we hebben afgesproken, waar we nu al toestemming is voor gegeven, dan kun je moeilijk weer terugbrengen, want dan word je zelf een onbetrouwbare overheid. Ja. We moeten niet hetzelfde doen wat we het Rijk verwijten, maar ik vind wel dat we daar wel even een pas op de plaats moeten maken. Wat gaan we nu nog verder doen? En daar goed over nadenken, wat kan er wel? En dat is wat ons, Partij van de Arbeid betreft, in ieder geval heel nadrukkelijk kijken naar zon op daken. Kleinschalig en dat eigenlijk ook de bewoner zelf eigenaar is, zeg maar. Ja, en dan kun je ook kijken naar, want het gaat elke keer over de overbelasting van het net, dat het niet aan kan. Mm-hmm. Maar er moet gekeken worden, als je een sluitend systeem kunt krijgen in je eigen huis. Als jij zonnepanelen op je dak hebt en het gaat rond, dan hoeft het niet op net, dan blijft het in jouw huis. En als je ook nog een elektrische auto hebt, dan kan die ook nog als accu gebruikt worden. Zeker, daar kan je hem ook in opslaan. Absoluut, dat klopt. Ja. Ja. Armoede en schulden is ook nog een punt wat terecht aandacht verdient. Ja. Wat wil de PvdA, hoe wil de PvdA dat aanpakken? Nou, we willen in ieder geval dat mensen zo snel mogelijk geholpen worden. Dat er gesignaleerd wordt, want vaak is armoede gaat op dit moment nog gecombineerd met schulden. Mm-hmm. Wij willen ook dat schuldsanering van het begin aan opgepakt wordt, maar ook door mensen dichtbij. Dus niet door die grote deurwaarderskantoren, maar mensen dichtbij. Daar hebben we nu als gemeente Midden-Groningen ook een afspraak met een aantal gemaakt. Maar mensen ook geholpen worden, ondersteunbaar worden. Hoe kun je nou op je geld letten? Want dat is natuurlijk, kijk naar de krant van vandaag. Als je leest hoe de inflatie aan het stijgen is. Mm-hmm. En als jij een klein, en ik heb het nu over mensen met een bijstand, maar ook mensen met alleen een AOW of een klein pensioen erbij. Die redden het ook niet meer. Nee. Energienota stijgt. Dus ik denk daar moeten we ook met elkaar kijken van hoe kunnen we dat zo goed mogelijk mensen in helpen. Mm-hmm. Met een aantal regelingen, wat er kan. En er blijkt ook te weinig benut te worden van dingen die kunnen. Dat is één. En het helpen bij schulden oplossen is een tweede waar je mensen bij kunt helpen. En wat heel belangrijk is, jongere mensen ook uit de schulden helpen. Maar ook leren zien van wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je talenten. En daarmee ook op weg te gaan en daarmee weer baan te krijgen.
En daarmee ook een vast inkomen. Dat helpt ook. Ja, ja, er zijn twee manieren. Weinig uitgeven en meer inkomen om, ja, 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 om uit de schulden te blijven. Maar goed, dat geldt voor mensen met een AOW. Geldt dat niet meer. Die kunnen, Ik ken gevallen van mensen die dus de regiokrantjes rondbrengen, daar een klein inkomentje mee verdienen. Maar dat zijn natuurlijk wel de uitzonderingen. Ja, de meeste mensen kunnen dat niet meer. En in principe zou je inderdaad mensen die AOW, die zijn dan 67 of ouder. Ja. Dus die hebben dan eigenlijk wat dat betreft ook wel verdiend om rust aan te mogen. Om eens even wat anders te doen. Ja, precies. Ja, ja. Een heel ander onderwerp, cultuur. We hebben een prachtig huis voor bestuur en cultuur in Hoge Zand staan. Wat wil de PvdA met de cultuur in Midden-Groningen? Nou, de cultuur in Midden-Groningen moet gewoon overeind blijven. Uh-huh. Ik denk dat een van de belangrijke dingen is dat investeren in cultuur altijd in mijn ogen een taak van de lokale overheid is. Uh-huh. Het in stand houden van een theater. Dat kun je niet met opbrengsten van kaartjes, dat lukt je nooit. Dus daar gaat altijd overheidsgeld in, dat moeten we ook overeind houden. Ja. Maar ook belangrijk is kunst- en cultuuronderwijs. Uh-huh. Op scholen, dat moet ook overeind blijven. Zo jong mogelijk met cultuur in aanraking komen. En wat ook belangrijk is, alle lokale initiatieven. En we kijken hier om je heen, wat hier allemaal gebeurt. Dus in de buurt, Slochteren, maar ook in Hoge Zand. Waar Marcel Hensema nu bezig is met die boerderij. Ja. Heel theaterstuk op. Dat zijn dingen waar je dan ook en professionele acteurs, amateurs bij betrekt. Waarmee je dus het cultureel leven van onze gemeente gewoon hartstikke mooi maakt. Er zijn kleine initiatieven, grote initiatieven. En daar is de culturele compagnie. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een overleg van alle partijen die in de cultuursector in Midden-Groningen actief zijn. Die met elkaar uitwisselen. Hey, wanneer ga jij wat doen? Wanneer gaan zij wat doen? En ik ben zelf adviseur van het bestuur van de Stichting Watervloot. Dat heeft mijn overleden man ooit bedacht. Uh-huh. Dat is ook cultuur. Ik denk dat zijn kleine initiatieven die met weinig menskracht gewoon heel veel in stand houden. En naast het professionele gebeuren, ik denk dat de gemeente Midden-Groningen gewoon heel veel leuke dingen in huis heeft. En dat moeten wij ook stand houden met kleine subsidies en grote subsidies voor het grote. En dat moet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Daar zal de Partij van Arbeid ook voor blijven strijden. Dus cultuur is belangrijk. Absoluut. En is ook belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Om te ontdekken dat je soms meer kunt dan je denkt. Hè? Kinderen betrekken bij theater of kinderen laten zingen. En die denken, generen zich vaak, hè? Achter in de klas met een bromstemmetje. En dat is gewoon heel leuk om dat te ontdekken. Hoe je daarin belangrijk kunt zijn door los van alles. Leren op school is wat anders dan leuk optreden met anderen. En dat helpt. En daar is de cultuur een hele belangrijke van. Dus twee elementen van het amateur ontwikkelen, maar het ook ontdekken van je eigen talenten met cultuur. Nou, het geeft eigenwaarde en inderdaad, het is ook weer een sociale factor. Je ziet elkaar, je doet dingen met elkaar, absoluut. Ja. Onder het kopje dienstverlening hadden jullie iets bijzonders over de informatievoorziening staan. Het digitaal mag, maar het moet ook op een analoge manier kunnen, zodat niet mensen die digitaal wat minder vaardig zijn, niet informatie missen. En geloof ik de huis-aan-huiskranten, daar staan dan de gemeentelijke mededelingen in. Ja, maar goed, dat is ook weer zo'n element van het vinden van voldoende bezorgers voor die regionale kranten is een thema. Het delen van de uithoeken van onze gemeente worden soms niet bereikt. Nou, en het Bokkenblad in de voormalige gemeente Slochteren is ook opgehouden te bestaan. Ja. Dus daar maak je al de spoeling dunner van. En dat is met elkaar zoeken van hoe doe je dat. En wij vinden dat de dienstverlening ook voor een aantal facetten weer geconstateerd moet worden in een aantal dorpshuizen. Mm-hmm. Dat een gemeenteambtenaar een afspraak maakt, maar dan ook gewoon kan reizen. Dat kan prima. Ja. Voor een aantal, dan moeten we met elkaar onderzoeken wat kan wel en wat kan niet. Nou, de paspoorten kunnen bijvoorbeeld al thuis bezorgd worden, dat kan al helemaal. En daarnaast is het denk ik ook belangrijk om te kijken welke functie heeft de bibliotheek. Want die kan ook helpen als je echt dingen digitaal moet doen, dan hebben ze daar ruimte voor om je daarbij te helpen. Ja. Dus dat vinden we ook dat gewoon goed overeind moet, maar ook goed gecommuniceerd moet worden. Dus in een grotere gemeente moet de dienstverlening toch zo dichtbij mogen. Dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Ja. Ik heb volgens mij nog niet gevraagd hoeveel zetels je verwacht. Nee, dat heb je nog niet gevraagd. Nee, dat mag nog. ik hoop 6 tot 7. Oké. Okay. Het wordt een hele grote gemeenteraad, toch al die wensen. Ja, dat denk ik ook wel. maar goed. We hebben nu 5 zetels en ik schat op een lichte groei. Ja. Ik wens je heel veel succes daarbij en ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Dankjewel, graag gedaan.